Voor dit laatste uur hebben we de oprichter van uitgekookt.nl aan tafel zitten, aan de desk zitten. Johan van Marlen, van harte welkom Johan. Ja, dankjewel. Dat zijn wel grote schoenen om te vullen, zeiden we al. Maar jij hebt ook wel een overtuigd verhaal. Even om het in perspectief te zetten. Ja? Om het maar eventjes een beetje jolig te beginnen allemaal. Bas Smit heeft 850.000 volgers op Instagram. Dit is gemeen, hè? Kim Kutter heeft er 230.000. Hoeveel staat de teller bij uitgekookt? Ik ben niet actief op Instagram. Terwijl jullie wel hele smakelijke foto's te delen hebben over het algemeen. Ja, zeker. We zijn met uitgekookt wel actief, maar ik zelf niet. Oké. Het is je vergeven. Denk je dan niet als je dat soort mensen ziet die dan... Jeetje, Bas Smit die hoeft maar één tweet, of één tweet, hoe heet dat op Instagram, één story de deur uit te gooien en er zijn weer 12.000 bestellingen voor zijn rondvaartboot in Amsterdam. Dat je dan denkt, oh, had ik dat ook maar. Ja, ik vind het fantastisch hoe dat soort figuren dat voor elkaar krijgen. Alleen dat moet wel bij je passen. Hè? Dus je gooit ook je hele leven en je hele hebben en houden op straat. Ja, als je je daar prettig bij voelt en je kan daar een succes van maken, ja, respect. Ja, maar het is niet mijn wereld op dit moment. Want ik weet het inmiddels, maar voor de luisteraar en voor Nico, wat doet uitgekookt.nl? Ja, nou uitgekookt.nl, wij maken we zijn een bedrijf wat maaltijden bereidt en bezorgt bij particulieren in heel Nederland. En dat doen we op een manier die gezond en gemak bij elkaar brengt. Dus wij zorgen ervoor dat we, ja, dat mensen op een gezonde manier een gemakkelijke maaltijd kunnen eten. En dat doen we met een 300-tal bevlogen medewerkers, 800 enthousiaste bezorgers en een 100-tal depots door het hele land. Ongelooflijk. Hoe lang ben je hier inmiddels mee bezig? Een jaar of 7-8 geleden zijn we hier mee gestart. En het doet me een beetje denken aan wat je vroeger voor bejaarden had. Hè? Tafeltje, dekje heette dat voor volgens mij. Is het dat ook, maar dan voor een jongere generatie? Ja, we zijn helemaal in het begin zijn we wel begonnen in de seniorenhoek. En we hebben nog steeds heel veel senioren die we met veel plezier waar we voor koken. Maar op dit moment bedienen we eigenlijk alle 1- en 2-persoons huishoudens in Nederland. Laten we zeggen tussen de 20 en de 80. Nico, ik wil niet het seniorenhaakje maken, maar je zit er nu toch. Nou, ik zit net te denken, als ik opeens zo'n maaltijd thuis gestuurd krijg door mijn kinderen, dan kunnen we spreken van een voltooid leven, denk ik. Ik word eigenlijk meteen nieuwsgierig. Wat koken jullie dan voor eten? Ja, heel divers. Ik denk dat de hele wereld wel langs komt in ons menu. Dus het kan de tikka masala zijn of de Indonesische rendang, maar ook stamppot boerenkool. En kan je zeggen van die wil ik vanavond? Ja, zeker. Okay. En ik zie ook Rudolf staan. Komt Rudolf, de chef-kok Rudolf, dan ook bij je thuis bezorgen? Ja, dat gaat hij nog wel doen, maar dat is meer als grapje, zeg maar. Cupcakes, die komt cupcakes maken. Dat zal hij niet elke week gaan doen. Rudolf, die staat gemiddeld een dag of twee bij ons, is hij bij ons op locatie om samen met chefs mooie gerechten te bedenken en te koken. Bedankt voor het kijken naar deze video van De Ondernemer. Welke ondernemer moeten wij in de uitzending hebben? Laat het ons weten in de comments. En als je toch bezig bent, vergeet niet het duimpje omhoog te doen, je te abonneren en klik op het belletje. Dan mis je geen enkele video.